Hallo lieve Schorpioen, welkom bij jullie maandreading voor mei 2024. We gaan vandaag kijken wat er naar voren gaat komen voor de komende periode. Maar mocht je deze video op een heel ander moment zien, weet dan dat het tijdloze berichten zijn en dat er op elk moment dan een boodschap voor jou in kan zitten als deze video bij jou vooruit of naar voren komt dat je deze mag kijken. We gaan gewoon beginnen. We hebben al kaarten shuffled. De orakelkaarten liggen al op tafel. Ik hoop dat het niet te donker is op het scherm. Op dit moment is het een beetje, ja, al tegen de avond aan het lopen. Dus vandaar dat het wat duister met zich meebrengt. We hebben kaart 45, maar maakt 9. Hè? Dus man holding a heart. Oké. We hebben community, kaart 7. En we hebben Move Beyond Essential Patterns, de Elder. Dus beweeg eigenlijk met die astrale patronen. Hè? Dat zien we hier ook heel duidelijk naar voren komen. En we hebben je aarde. Je goed blijven gronden is de eerste basisbehoefte van je balans. Oké. Okay. Nou, op zich vele mooie belovende kaarten wat hier al ligt. Dus we gaan eens kijken, lieve Schorpioen, waar dit mee te maken heeft. Oh, er zijn er te veel. Kaarten zijn een beetje onrustig, of in ieder geval de energie is onrustig. Nou, die komt er al uit. Nou, die stapel neem ik niet mee. Oké, wat een onrust of onrust. Misschien is de energie wel gewoon heel erg uitbundend voor jullie. Oké, we krijgen de koningin van munten. We krijgen de 9 van munten. We krijgen de page van bekers op kop. Dus ik vraag daar gelijk een verklarende kaart bij die page van bekers. Hoe mag ik die pakken? Rechtop. Okay. Onderkant dekt de wereldkaart. Maar we krijgen justice op kop. Oké, dat vind ik wel interessant. Dus er is ergens een vertraging op de lijn. Wat gekoppeld is met een paasje van bekers. Maar deze komt op kop. Dus er is een bepaalde vertrouwen gemis, iets wat vertraging oplevert, iets wat nog niet mogelijk is of mogelijk kan zijn. Ik zie hier ook voor mensen die als single aan het kijken zijn, de stabiliteit in jouw eigen energie. Zit je in een relatie wat gezond is, dan kan het zijn dat er nog eerst iets tussen jullie in opgelost mag worden in de zin van, oké, als dit aangekeken is, dan kun je weer verder gaan shiften in jullie perspectief. Of misschien de next step gaan zetten, of wat dan ook. Maar ik pak hier gelijk even wat kaarten bij. Want we krijgen wel de koning van bekers daarnaast weer. Krijg je de 5 van staven op kop. Er is wel een bepaalde harmonie dus gecreëerd, waarbij je dus ook hebt ontdekt wat er voor jou belangrijk is om oude pijn en verdriet achter je te laten. Oké, maar waarom ligt deze? Er zijn bepaalde verlangens die sommigen van jullie hebben. En die verlangens die zorgen ervoor dat jij, ik krijg hier wel een divine counterpartner. Want ik krijg hier de koning van munten en de koningin van munten hebben we hier. Dat geeft aan dat er een bepaalde stagnatie even is. Mocht je dus als single aan het kijken zijn of mocht je in een relatie zitten. In een gezonde relatie heb ik het dan over. Hè? Dan kan het dus zijn dat er even, ja, wat focus
problematieken zijn dat iets nog niet kan lopen of dat er eerst iets nog even opgelost mag worden. En dat kan te maken hebben omdat er wat miscommunicatie nog is en het voelt voor mij dat het begin mei zal zijn. Of dat het op dit moment ten tijde van het opnemen al is. En ik neem het altijd toch wel een paar dagen eerder op dan dat mei begint natuurlijk. Maar het voelt voor mij dat het wel heel snel een twist kan krijgen in de positieve zin. Dat er heel snel weer het patroon doorbroken kan worden. Dat je naar binnen kunt gaan. Dat je ook in kunt zien, ik hoef daar niet aan vast te houden. Ik mag het loslaten. Het mag ontkoppeld worden. Het is niet voor mij meer bestemd. En het kan een pijnstuk zijn. Het kan een situatie zijn. Het kan je werk zijn. Het voelt voor mij in ieder geval niet als iets heel zwaars. Maar we gaan eens even verder kijken. Ik leg hem even daarbij. Of dat we iets meer helderheid kunnen krijgen. Iets meer zekerheid waar dit precies over gaat. Nu is het natuurlijk een collectief bericht. En het kan voor iedereen dus in een andere situatie of jasje ingevuld worden. We krijgen daarbij de Aas van Bekers, de Lovers, de Acht van Munten en Justice. Maar dan rechtop, in combinatie met de Krachtkaart. Bijzonder dat de zon op kop komt. Dus er is wel een... Want het geeft ook duidelijk aan, hè? Hier zit die vertraging al. De zon geeft ook aan, er is een bepaalde vertraging. Dat kan te maken hebben dat wat ik voel, hè, dat het met het eclipseizoen te maken kan hebben. Dat tijdens de zonverduistering iets krachtigs ingezet is voor jullie lieve schorpioen. Waardoor er meer ruimte gaat komen, mocht je als single aan het kijken zijn of in een relatie zitten. Waarbij je dus iets kunt shiften. En die shift heeft te maken met bepaalde situaties. Het kan voor sommigen zijn dat er iets juridisch eerst afgesloten dient te worden. Dat je misschien nog midden in een proces zit om documenten te tekenen. Waarbij je dus hier een vertraging hebt gehad. Of nu een vertraging gaat krijgen in het begin van mei. Waardoor je dus niet in jouw volledigheid kon staan om weer te ontvangen. Of jezelf te kunnen zijn, emotioneel verder open te stellen. Maar als je dit dus in gaat zien, dat een bepaalde vertraging dus even nodig was om dan pas jouw pad te mogen kruisen. Daar kun je misschien even verdriet van hebben, van potverdikme, van waarom gebeurt dit nu weer? Dit is allemaal nodig om harmonie in jouzelf te weten te behouden. Om stabiliteit neer te zetten, om te weten van oké, aan dit soort stukken kan ik wel energie steken en aan deze personen bijvoorbeeld niet, of situaties, maakt dus eigenlijk niet uit waarvoor je aan het kijken bent. Maar het gaat erom dat er een nieuwe beker aangeboden wordt en die beker ligt dus hier. De cirkel is rond, je bezit je kracht, alleen je zit ergens nog aan vast. En dat zien we omdat de leeuw hier vast zit. Het voelt voor mij dat die leeuw jou toch nog ergens klein houdt. Maar de Lovers ligt er. Er is een situatie waarmee sommigen dus te maken hebben dat er een verbinding is geweest op romantisch vlak wat niet voor jou bestemd was. Waarbij misschien vertraging is met het scheidingsproces, waarbij documenten nog niet getekend zijn. Dit gaat wel eind mei, tenminste als dit jouw tijdlijn is, kan het zijn dat eind mei hier wel die vooruitgang in zit. Dat je ook merkt van oké, ik blijf gewoon aan mezelf werken. Ik blijf de focus op mezelf houden. Waardoor ik dus ook gewoon mijn stappen blijf zetten. Je verbindt ook met gelijkgestemden. Dan zul je ook merken van oké, ik kan openstaan. Ik kan weer ontvangen in een andere vorm. Want we hebben hier toch die man holding a heart. We krijgen hier niet voor niets ook de koning van bekers. We zagen al de koning van munten, dus er is iets in het vat wat meer naar voren gaat brengen. Ik pak er nog wat kaarten bij voor jullie. Ik pak er in het midden nog even een tijdlijntje bij. Want er komen van allerlei boodschappen door. Oh, kijk. Ondanks vertraging op de lijn loop je wel volgens jouw eigen pas.
jouw eigen snelheid. Die vertraging kan ook zijn dat jij zelf zo hard aan jezelf hebt gewerkt, maar de persoon waarmee jij te maken hebt of in verbinding mee staat niet, waardoor er dus vertraging op jouw lijn is gekomen, zodat de andere persoon ook weer kan werken aan hem of haarzelf, waardoor je dus ook meer stabiliteit ervaart, niet alleen bij jou, maar ook bij de ander. Dan kan je dus doorgroeien. Dan kan het zijn dus als jij in een relatie al zit met iemand, dat je deze persoon dus de ruimte geeft om zijn of haar ontwikkeling verder voor te zetten. Zodat je dus samen ook naar die wensvervulling kunt gaan groeien. Ondanks die vertraging is wel die overeenkomst tussen jullie twee stabiel. Ben je als single aan het kijken, dan kan het te maken hebben dat je dus met iemand nog in het energetisch veld of op juridisch vlak te maken hebt, waarbij jij dus die doorbraak mag gaan creëren, waardoor de persoon waarmee jij energetisch al in verbinding staat op romantisch vlak, dat is niet de persoon die hier ligt, dat dit dan ook verder kan gaan groeien in het energetisch veld, waardoor op het moment dat jullie beiden er klaar voor zijn om je pad van elkaar te bekruisen, dan zal dit ook gaan gebeuren. Maar op dit moment is er nog vertraging op de lijn, omdat er iets nog niet voltooid is. En die vooruitgang kan dus wel gecreëerd worden als je er ook echt aan blijft werken. We krijgen hier niet voor niets wel een man holding a heart. Dus voor de mensen die single zijn, is het dus wel zo dat er een liefdespartner onderweg is naar jou. Geef ik daar nooit geen tijdsbestek aan. Geen datum, omdat dat gewoon niet reëel is in het aardse stukje. Want iedereen bewandelt zijn pad op zijn snelheid. Ben je sneller aan het bewandelen en de persoon waarmee je matcht loopt langzamer, dan kruist jullie pad al niet. Dan krijg je dus dat het universum even jou in de vertraging gaat zetten. Nu is het ook zo dat Pluto in de retrograde stand gaat lopen in mei. Dus dat kan daar ook mee te maken hebben. Dat je dus meer inzichten gaat krijgen. Dat je een nieuwe zicht krijgt op wat er voor jou aan de hand is. We krijgen de krachtkaart onderkant dek bij er nog bij. Dus twee keer de krachtkaart. Hier is de leeuw al helemaal losgekoppeld. Die vrijheid al voelbaar, een beetje die tamheid in de zin van niet meer zo angstig zijn, niet meer in het stukje overdenken zitten. Okay. Nu komt deze op kop. Even kijken, hier komt hij rechtop. Dus je bent continu aan het werken aan jezelf en dit doorlopen, dat doorlopen. Maar op een gegeven moment heb je iets ook voor elkaar. En hoef je daar geen tijd meer in te investeren? Is het afgerond? Mag je weer op een nieuwe pad gaan lopen? Weer de wereldkaart. Dus jullie krijgen dubbele bevestigingen, lieve schorpioen, in deze reading. Dat je op het juiste pad zit, dat het juiste synchroniciteit bij jou aanwezig is. Nu kan het zijn dat er dus eerst nog een diep stukje even aangekeken mag worden, of een pijnstukje, of wat ik al zei, iets juridisch, wat dus doorbroken mag worden. Maar die twee volle bekers staan achter je als persoon. De volle bekers, waar hier al één van aangeboden wordt en hier ook al eentje van staat. Dus het is aan jou. Ga ik hierop door, ja of nee? Kies ik voor mezelf? Kies ik vanuit mijn hart? En als je dit gaat doen, zul je ook merken dat jij een transmitterende energie neer kunt zetten op het romantische vlak. We krijgen weer de lovers. Dus je blijft continu, we krijgen zelfs de twee van bekers onderkant dek. Oké. Voor sommigen kan het dus te maken hebben dat er eerst nog wat aangekeken dient te worden. En de ene zal het een dieper stuk zijn als voor de ander. Wat aangekeken dient te worden om vervolgens die soulmate connectie pas echt naar je toe te kunnen trekken. En wat ik al zei, ik koppel daar geen tijdsbestek aan vast, want voor iedereen zal dit anders zijn. Maar dit is wel die divine verbinding die hier ligt. We zagen het natuurlijk straks al met de munten koning en koningin. Toch krijgen we hier ook de koning van bekers. We krijgen hier man holding a heart. Voelt voor mij ook als de bekers koning.
Er gaat een divine interventie plaatsvinden op het moment dat jij of de persoon waarmee jij gaat connecten te snel of te langzaam op het pad gaat. Gaat een van jullie te langzaam, dan krijgt die persoon een schop onder de kont van nou wordt het tijd om er iets mee te gaan doen. Loop jij te snel, dan word jij in een vertraging gezet. En dit alles om jullie in het energetisch veld naar elkaar toe te trekken. En dan zul je ook merken dat er een voltooiing kan plaats gaan vinden in de positieve zin, waarbij jullie beiden elkaar dan pas gaan treffen. Ben je als persoon aan het kijken die dus al in die relatie zit, kan het zijn dat je dus in die nieuwe shift gaat komen samen, waardoor jullie naar die vernieuwing gaan, die upgrade gaan krijgen, maar dat je ook dus meer in een andere vibe gaat komen, waarbij je beide dus ontkoppeld bent van weer een pijnstuk die dus nog in jullie verbinding in de weg stond, om nog een diepere connectie aan te gaan. Hier ligt een prachtige uitkomst. Er is dus wel even nog wat stukjes. Ga er dus nog wel iets mee doen. Het kan ook zijn dat jij hier heel hard aan het werk bent aan iets voor bijvoorbeeld een liefdespartner of een doorstroom in jouw energie op liefdesvlak, maar dat je er nog niet aan hebt gewerkt op het juiste stukje. Dat er nog een stukje naar voren mag gaan komen wat nog niet in zicht is gekomen. Terwijl jij het idee hebt van ik ben al zo ver, ik heb al zoveel doorlopen. En dat klopt ook. Maar er komt ook wel nog wat energie naar voren voor sommigen van jullie. Waarbij jij nog niet inziet welk stukje het betreft. En als je dit in gaat zien dat je ook merkt van oké, nou snap ik waar Sandra het over had. Dus dat gaat de komende periode voor de schorpioen dus ook nog in zicht komen. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje voor jullie, voor deze maand. Ik richt me op de veranderingen die ik voor me zie en beweeg me in die richting. Heel mooi. Nou, lieve schorpioen, dit is vandaag jullie reading voor mei 2024. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw reading is. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Dit kun je doen door middel van je geboortehoroscoop uit te rekenen. En dan wens ik jullie een mooie meimaand toe en tot de volgende video. Doei doei!